En ik kijk naar links en ik ga schrikken, let maar op. En... Dames en heren, je kijkt naar No Limits 2. Hartelijk welkom. En we gaan vandaag weer achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. Met natuurlijk de hulp van jullie, want jullie sturen nog steeds achtbanen op. Nog steeds. Het blijft maar doorgaan. Momenteel staan er 70 mailtjes open. Ik kan lekker mijn gang gaan. We kunnen helaas niet in één video, dat wil ik ook niet, dat we in één video gelijk 20 of 30 e-mailtjes behandelen. Maar we gaan er wel weer mee verder. En de eerstvolgende is van Casper. Hij zegt het volgende. Hey, ik ben er weer met een nieuwe achtbaan 2 om precies te zijn. Het zijn allebei houten achtbanen met beide een inversie erin. Ook heb ik bomen en een rots toegevoegd, dus een klein beetje scenery. Daarom kan het misschien wat langer duren om het bestand in te laden. Ook de ondersteuningen van de achtbaan kunnen dit veroorzaken. Hier zijn wat statistieken. We beginnen eerst met de Woodcutter. Een baanlengte van 405 meter, een maximale hoogte van 20 meter en de minimale hoogte is 1,68 meter. En de snelheid mag ik waarschijnlijk wel weer gaan raden. En de andere is een kleinere achtbaan, ook de kortste. En de volgende vind ik persoonlijk wel leuker en beter gelukt. Het gaat om de Hysteria, 790 meter lang, een hoogte van 31 meter en in ieder geval een minimale hoogte van 2,52 meter. De snelheden mag je zelf gaan raden. Veel plezier met het bestrijden van deze twee houten achtbanen. Groetjes en tot de volgende van Casper Dievelaar. Een heel leuk kleurrijk mailtje. Laten we beginnen met de allereerste achtbaan. En dat is deze, de Woodcutter. Nou, ik ben benieuwd. We komen al in een lekker tempootje richting de optakeling. Ik zie daar al de inversie. Dat is heel vet. Oké, maar ik weet niet of die dan bij de andere achtbaan hoort, want het zijn twee achtbanen, maar of die nou los van elkaar staan of door elkaar heen gaan, dat is nog even afwachten. Ik ben de snelheid vergeten te raden. Nou, gelukkig is er nog een tweede achtbaan, dus daar kan ik het altijd nog van doen, maar we hebben nog niet de maximale snelheid gehaald. 60. Ik gok even iets snels. 60. Oeh, 62. Kijk eens even. En die blauwe achtbaan hoort toch weer bij een ander project. Maar kijk even, we gaan er vlak onderlangs. Heel mooi gedaan. Ik vond het zeker wel ook gewoon 5 tonnetjes waard. Gefeliciteerd voor de Woodcutter. Hier staat het treintje klaar. Het is inderdaad een heel apart station, zo rondom. Maar ik vind hem wel leuk gedaan. Zo, we zitten in de Hysteria. En kijk eens even naar die lifthill. Hij zei persoonlijk in zijn mailtje dat hij deze beter vond dan de Woodcutter. Dus we moeten eventjes afwachten. Maar waarschijnlijk omdat hij wel wat sneller gaat. Ik denk sowieso dat hij wel sneller gaat dan 61 km per uur. Ik zal hem even vooruit spoelen. Maar dat beoordeel ik altijd als we boven naar de lifthill zijn. Zo, een flinke daling met die bocht. Ik denk dat wij toch wel de 85, misschien zelfs richting 90 misschien halen. Of was dat te enthousiast? Dat was zeker te enthousiast. 79 km per uur, maar er kan nog een verrassing in komen. Hij zou nog eventueel onder de grond kunnen gaan. Dat zie je nog soms wel eens bij achtbanen. Dat ze in één keer in het midden of aan het einde een hele harde snelheid gaan halen. Maar ik denk niet dat deze nog veel sneller gaat. Althans, laten we nog even afwachten. Wel heerlijke drops. Ja, ik snap waarom die zegt dat deze wel beter is dan die vorige. Maar ik vond die vorige ook zeker niet slecht. Ook tof dat die achtbanen elkaar een beetje kruisen. Een grote bocht, ik denk wel richting het einde. En we komen bij de remmen. Ook deze achtbaan gewoon 5 tonnetjes dik verdiend, Casper. Bedankt voor het opsturen van jouw achtbanen. We gaan door met de volgende mail. Hey, hallo Vincent. Dankjewel dat je een mailtje naar mij hebt gestuurd over dat de banen niet deden. Hopelijk doen ze het nu wel. Met vriendelijke groeten van Bart Meenderink. Ik zou eerst stelling spelen, daarna de TA 1300. Veel ripplezier. Nou, we gaan er gelijk even naar kijken. En daar vertrekt hij al. Jammer, dit is echt wel jammer. Ik vind dat zo jammer. Dan zit je gewoon in de game. En dan, ja, er zijn genoeg terreinen. Dat zie ik ook wel. Maar ik vind dit al heel tof. Kijk, ik zie daar al de achtbaan. Zo, kijk eens even. Die komt voorbij razen. Maar dit ziet er al heel erg gaaf uit. Ja, en soms als een achtbaan het niet doet. En ik weet ook dat mensen gewoon heel veel aandacht eraan besteden. Dan is dat heel erg triest. Als die achtbaan dan aankomt en hij functioneert niet of hij werkt niet. Dan stuur ik ook gewoon netjes een mailtje van joh, hè, die achtbaan fix dat eventjes natuurlijk. Want ik weet niet hoe dat allemaal gefixt kan worden. We zitten hier in de stelling, onze derde achtbaan van deze aflevering. We worden dadelijk gelanceerd en ik geloof niet dat het heel langzaam gaat. Dus ik gok even gewoon 100. Gewoon weer standaard zo'n aantal, maar vaak is het ook 100. Dat hij echt net 9900 aantikt. We gaan het vanzelf meemaken. En daar gaan we dan met een snelheid van, ik zei het je, 100. Heel vaak is dat een beetje de standaard snelheid. Maar wel een hele goede snelheid, want kijk ons even scheuren langs de bomen. Prachtige omgeving.
Heel kleurrijk ook, want hij heeft verschillende kleurige bomen gebruikt. Een beetje van die donkerrode kleuren zie je tussendoor. Een beetje herfstkleuren, denk ik. Wauw, hij scheurt echt door de bochten, jongens. Dit is echt heerlijk. En dat kan ook gewoon natuurlijk met zo'n achtbaan, want je laat hem gewoon lanceren en je kan gewoon lekker spelen met de layout. En dan daarna doe je lekker de bomen plaatsen. Ik vind het echt een heel tof project. Geweldig. We hebben alleen maar achtbanen in de bossen vandaag. Althans, daar lijkt het wel een beetje op, maar wel leuk. Ook nog zo'n inrangeersysteempje hier zo. Geweldig. Ik ga deze gewoon 5 tonnetjes geven. Absoluut verdiend. Bedankt Bart en we gaan door met jouw laatste achtbaan. Ook de laatste achtbaan van de aflevering. En die wordt de TA of de TA 1300. Wauw. Kijk eens even hoe mooi dit eruit ziet. En oké. Ik had eigenlijk niet anders verwacht dat Bart gewoon weer een prachtig project zou opsturen. Maar dit ziet er ook vanaf het pad ook weer geweldig uit. Heerlijk. We gaan deze snel bestrijden. En even zoeken naar de ingang. Ik denk dat dat hier is bij de vlaggetjes. De Avengers staan er. Rollercoaster Avengers staan er op de vlaggen. Ik ga hem niet helemaal uitlopen, maar ik vind het wel heel tof dat je eigenlijk door een prachtig gebied gaat vol met natuur en bloemen en kleurrijke bedoelingen. En dat we ook gewoon langs de achtbaan komen eigenlijk. Nou, weer zo'n prachtig inrangeersysteem gemaakt. En dan gaan we hier instappen. Oh, dit is heel mooi. Dit is pas luxe. Dat we gewoon kunnen instappen, dat de achtbaan klaar staat met de schouderbeugels naar boven. En gewoon heerlijk, jongens. Och, dit is fijn. Zo, en we zitten in de achtbaan, de TA 1300. Ik denk dat dit toch wel een meter of 30 hoog is. En met 16 km per uur moeten we ook wel een flinke snelheid gaan verwachten. Althans, dat hoop ik wel. Maar ik gok dat wij rond de misschien 90, 95 km per uur gaan halen. Misschien ben ik iets te enthousiast met het raden, maar we gaan het vanzelf meemaken. Nou, 92 km per uur. Dat is een mooie gok. We gaan onder de lift heel door. En dan komen we naar de looping. Wauw. Nou, maar Bart, joh, ik weet gewoon altijd als Bart wat stuurt, dan komt dat allemaal wel snor. Dan komt dat allemaal wel goed, joh. Heerlijk. Ik wil jou even meegeven, Bart, blijf alsjeblieft projecten maken. Doe dat alsjeblieft voor de kijkers, ook voor mij natuurlijk. Gewoon, voor iedereen is het hartstikke goed dat jij zulke banen maakt. Het is geweldig. Wat een heerlijke creativiteit. Je hebt er echt talent voor, om het zo even te zeggen. Ik vond het een heel mooi baantje. Ik heb genoten. We gaan niet afsluiten met de video, want ik wil gewoon nog een baan erin gaan knallen. Kom op jongens, het is No Limits. We gaan ervoor. Hey, daar is die weer hoor. Hallo Vincent, ik heb weer een paar nieuwe achtbanen voor je gemaakt. Icer is een compacte en korte, maar wel geteamde RMC iBox coaster. Impulse is een niet zo goed geteamde Mac Hypercoaster met een waanzinnige hoogte van maar liefst 100 meter. Veel plezier met het bestrijden. Groetjes van Thijs. Nou Thijs, welkom weer in deze video. Is altijd ontzettend leuk bezig om achtbaan op te sturen. Dit project was ruim 400 MB groot en heet dus de Icer. Een hele toffe RMC baan. Geweldig hoe dit in elkaar zit. Nou ja, we zien alleen maar twee van die kleine dunne railsjes. En daar moeten we het gewoon mee doen. En ook natuurlijk nog een kettinglift erbij. Heerlijk jongens, wat wordt dit een toffe baan. Althans, het voelt nu al heel erg tof. Ik denk dat wij een snelheid halen van misschien 70 km per uur. We gaan naar beneden met een snelheid van 65. Misschien dat hij dadelijk nog harder gaat. Maar ik weet dat die RMC coasters eigenlijk niet echt altijd heel erg hard moeten gaan. Althans, nee, dat wel leuk dat we echt wel weer 3 houten achtbanen hebben gehad vandaag. Hartstikke tof. Ja, Thijs. Ik kan ook weer over Thijs niks zeggen. Aan complimenten kan ik altijd wat aan Thijs vertellen. Maar ja, aan echt kritiek eigenlijk helemaal niet. Wauw, het was fantastisch. Thijs, je hebt jezelf weer overtroffen. We gaan door met zijn laatste achtbaan. En dat is de Impulse. Deze natuurlijk, sorry dat ik wat bijna vergeten, 5 tonnetjes. En terwijl die aan het laden is, het gaat dus om een gethematiseerde Mac Hypercoaster met een waanzinnige hoogte van 100 meter. Dus ik denk dat wij wel iets heel groots kunnen verwachten en ook iets heel snels. Want inderdaad, die hypercoasters die kunnen een behoorlijke snelheid halen als je mij vraagt. We zitten erin in de Impulse en ik kijk naar links en ik ga schrikken, let maar op. En wow, dit is echt niet normaal. We komen gewoon boven die telefoonpalen uit, geloof ik. Ik verspreek me gewoon, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen, gewoon door die hoogte. Als ik dit in VR zou doen, dames en heren, ik zou zo hard gillen dat je waarschijnlijk je koptelefoon of je oortjes uit je oren moet halen of van je oren af. Want wauw,
Dit is geweldig hoe dit nu al eruit ziet. Wat voor snelheid gaan we halen? Ik gok eventjes minimaal 135. Dat sowieso. Maar misschien wel richting de 145. We gaan het nu meemaken. Een snelheid van maar liefst 155 km per uur. Dat is echt behoorlijk snel. Maar geweldig. Echt geweldig. Heerlijk gedaan. Lekker zo'n snelheidsduiveltje als afsluiten voor aflevering 539. Zeg ik het goed? Ja, 539. Heerlijk, jongens. De wind gaat door je haren. Tranen in je ogen natuurlijk. Althans, van de wind natuurlijk. Heerlijk. Oh, kijk eens even. Dat is tof. Die telefoonpaal is als een soort dominosteentje omvergevallen. Heel tof. Oh, die stond ook al schuin. Geweldig. Vanzelfsprekend, Thijs, natuurlijk 5 tonnetjes gefeliciteerd. Dit was de video voor vandaag. Als je dit een leuke video vond, laat dan een duimpje achter. En ben je nog niet geabonneerd? Dan, dat kan, hè, dat zou kunnen. Vergeet dan niet op het abonneerknopje te klikken. En ook op dat belletje om geen één video te missen van mijn kanaal DaVinciDoGames. Tot de volgende keer bij aflevering 540 van No Limits 2. Doei doeg!